welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video. Ik ga weer een oogschaduwpaletje testen en dat is deze van Huda Beauty. Dit is de Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. Deze is dus nieuw, deze heeft ze pas uitgebracht, volgens mij pas een paar weken. En ik heb hem natuurlijk aangeschaft om er een leuke video over te maken. Ik was nog aan het twijfelen of ik er echt een video over wilde maken. Maar best wel veel mensen waren benieuwd naar dit paletje, dus vandaar dat ik gewoon deze video erover heb gemaakt. Vooral met oogschaduwpaletjes als deze die een beetje aan de prijzige kant zijn, is het toch wel fijn of het je geld waard is. En dat je alvast kunt kijken bij andere mensen hoe het aanbrengt en hoe het eruit ziet. Zodat je gewoon goed kunt beslissen of jij hier echt jouw geld aan wilt besteden. Dus ben je benieuwd naar deze video en naar dit paletje en de make-up look en everything? Vergeet dan niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel door met de video. We gaan beginnen met de video. Ik heb hier het paletje. Ik heb niks op mijn gezicht. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen gedaan. En we gaan gewoon weer eens beginnen met de ogen. Dit is dus de Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. Dit is dus de remastered variant. Je hebt al een normale Rose Gold palet van Huda Beauty. En dit is dus de tweede variant ervan. De eerste heb ik helaas niet, maar deze heb ik wel. Ik heb deze gekocht bij beautyeditor.nl.com. Ik zet het ook even beneden in de beschrijving. Hij is wel vrij duur. Hij is 65 euro. Dus het is niet dat je denkt van die koop ik wel even, hè. Nou, zo ziet hij eruit. Super mooi. Dit is dus Huda voor de mensen die niet weten wie zij is. Op de achterkant staat gewoon wat random informatie. Nou, als je hem openmaakt, er zit dus een spiegeltje in. En dit zit erin. Dit is weer Huda. En dit zit gewoon op de oogschaduwen. En dit zijn dan alle kleurtjes. Nou, je hebt dus 9 matte kleuren en 9 glitterkleuren. Het zijn een beetje roze, gouden kleuren, obvious. Het is op de Rose Gold palet. Dus vandaar ook deze kleuren. En ik vind het er allemaal echt heel mooi uitzien. Nou, ik ben echt super benieuwd om dit op mijn ogen aan te gaan brengen. Ik heb video's gezien en foto's gezien waar het echt super mooi was. Dit is het duurste paletje die ik heb. Ik heb geen enkel oogschaduwpaletje die 65 euro is. Mijn duurste paletje tot nu toe was de Urban Decay Heat. En die is iets van 55 euro. Wat ik echt al outrageous vond. Echt al super duur vond. En nou heb je ook nog eens deze. Ik vind deze echt heel mooi. Beter dan de Urban Decay Heat. Want de Urban Decay Heat zijn toch een beetje kleuren die allemaal op elkaar lijken. En dat dan voor 55 euro. Terwijl hier heb je echt heel veel verschillende kleuren voor 65 euro. Nou, ik ga eerst even mijn ogen primen met de W7 oogprimer. En dan doe ik het ook even afpoederen met wat losse poeder. Dan pak ik eerst deze kleur voor in mijn arcadeboog. Deze kleur heet Demure. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Dit is een beetje een licht roze kleur. Dan pak ik deze hele felle roze matte kleur ernaast. Dit is de kleur Dollface en daarmee ga ik er weer overheen. En mensen, ik pak steeds echt niet te veel, want er komt best wel veel pigmentatie vanaf. Dus pak niet te veel. Vooral niet als je deze felle kleuren gebruikt. En ik ga dan echt zo van buiten helemaal naar binnen. Oh, dit is echt zo mooi. Ik vind de roze kleuren maar altijd best wel goed staan. En goud ook, dus dit is echt my kind of paletje. Nou, dit blendt echt heel makkelijk. Ik heb echt niks te klagen. Ik vind het echt gewoon perfect. Ik heb echt niks te klagen. Pigmentatie is goed, het blendt goed. Het is gewoon mooi mat. Het is ook echt mat. Vaak zijn matte kleuren niet echt mat, zijn ze iets meer velvetachtig. Deze zijn ook echt mat gewoon, daar ben ik echt heel blij mee. Dan pak ik deze iets meer roze kleur. Dit is de kleur Man Eater. En die ga ik gebruiken, ik ga iets onder mijn arcadeboog en in de buitenste ooghoek. Deze kleuren gaan ook allemaal super mooi samen. Echt wauwie gewoon. Ik vind het zo mooi. Oh my god. Ik vind het echt leuk om te doen gewoon. Echt mooi. Van deze donkere kleur Man Eater breng ik wel echt best wel veel aan. Om het zo donker te krijgen daar als ik kan. Dus zonder zwart te hoeven te gebruiken. Misschien dat ik nog zwart ga gebruiken om het nog donkerder te maken. Maar ik ben nog een beetje open aan twijfelen. Nou pak ik weer die lichtste kleur van in het begin. Die Demure kleur. Zo heet die Demure. En die ga ik gebruiken om de randen een beetje extra uit te blenden. Dan pak ik deze kleur. Deze kleur heet Bubbly en is de lichtste kleur in het paletje. En die ga ik onder mijn wenkbrauw doen. Oh, die kleur valt niet zo licht uit als dat leek. Ik vind het nog hier echt iets te donker. Maar dat ga ik gewoon straks even fixen met de highlighter. Oké, nou ga ik even mijn Catrice concealer gebruiken om een halve cut crease te maken. Oké,
Oké, de cut crease is gemaakt. Ik ben nu aan het twijfelen of ik een roze kleur wil gebruiken op mijn ooglid of een gouden kleur. Nee, ik ga het anders doen. Ik ga deze kleur gebruiken. Dit is de kleur Rose Gold. En die ga ik op mijn hele ooglid doen. En dan wil ik straks nog iets van een pop van goud erbij doen. Ik maak mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus. Ik had het niet echt verwacht, maar de glitterkleuren, ja, ik weet niet. Ik had het net al een beetje door toen onder mijn wenkbrauw, maar er komt niet echt veel van af ofzo. Het kost me een beetje moeite om het goed aan te brengen. Het kost me iets te veel moeite voor 65 euro. Nou, het is uiteindelijk wel gelukt. Kijk, ik moest echt best wel hard allemaal hierin graven. Je kunt ook echt zien hoe ik er helemaal in heb geduwd. Om, ja, wat pigmentatie te krijgen. Ik weet niet, iedereen is zo enthousiast over dit paletje. Ik vind het bijna raar om te zeggen dat ik er wat minder enthousiast over ben ofzo. Ik weet niet, voor 65 euro en voor heel deze hype die over dit paletje is gegaan. Dat was echt een hele hype. Ik verwachtte echt best wel veel. En ik moet zeggen dat mijn paletjes van Juvia Splays echt veel beter gepigmenteerd zijn. Die doe ik gewoon één keer op en het is klaar. Terwijl hier ben ik echt wel een beetje aan het struggelen. Ik weet niet, ik ga het ook even bij het andere oog aanbrengen natuurlijk. Oh, ik moet echt zo vaak terug in het paletje gaan. Echt, ik weet niet hoor. Nou, dan pak ik weer deze donkere roze-roodachtige kleur die ik heb gebruikt. Man Eater. En die ga ik weer in de buitenste ooghoeken doen om het een beetje samen te blenden. Nou, ik vind het uiteindelijk heel mooi geworden. Ik heb niks slechts te zeggen over die matte kleuren, maar deze glitterkleuren. Mensen, kijk ook even hoe ik erin heb zitten graven om iets van pigmentatie eruit te krijgen. Als ik hem zo swatch op mijn hand, is het gewoon heel mooi en het is ook gewoon heel gepigmenteerd. Maar als ik het dan op mijn oog wil doen, dan ja, komt er wel echt gewoon bijna geen pigmentatie vanaf. Nou ja, ik ben dan voor nu even klaar met boven mijn ogen. Ik ga even een wing maken, mascara opdoen, nep wimpers, mijn gezicht even doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik dan weer. Ik heb wimpers op van de AliExpress, 3D Mink Lashes. Ik heb even mijn gezichtsmake-up gedaan. Echt alleen de basis, nog geen bronzer, blush en al die dingen. Gewoon genoeg, zodat ik verder kan gaan met de ooglook. Dus we gaan nou verder onder onze ogen. Ik ga nou deze kleur mengen met deze kleur. En die ga ik onder mijn ogen aanbrengen. Nou, dat ging echt weer helemaal prima. Ik heb echt niks aan te merken over de matte kleuren. Deze wimpers zijn wel echt heel heftig. Dit zijn de meest heftige wimpers die ik heb. Ik had ze nog nooit opgedaan. Dus ik dacht, ja, is wel leuk om ze nog op te doen. Het is echt heel heftig. Deze is iets heftiger dan deze. Dan wil ik eigenlijk nog iets van een gouden kleur gebruiken. En het lijkt me wel leuk om deze echt geel-gouden kleur, 24K heet die, om die in mijn binnenste ooghoek te doen. Ik hoop dat deze iets meer pigmentatie afgeeft. En ik maak de kwast gewoon weer nat met MAC Fix Plus. Ik doe wel echt mijn best om het gewoon goed gepigmenteerd te laten komen. De glitterkleuren zijn ook een beetje putty. Moet ik zeggen, je kunt er een beetje in drukken. Ze zijn niet poederig of zo. Het is een hele aparte formule. Deze komt wel gewoon echt gelijk heel mooi. Oké, daar ben ik dan weer wel heel blij mee. Ik ben denk ik gewoon niet echt zo'n fan van die formule, want ik denk dat het daardoor niet zo gepigmenteerd meer is. En dan even wat mascara op mijn onderste wimpers. Ik gebruik mijn Benefit Bad Girl Bang mascara. En dan doe ik even wat zwart oogpotlood in mijn waterlijn. Deze is van Urban Decay, gewoon in de kleur zwart. En dan is de ooglook helemaal af. Ik ga me even verder opmaken en dan kom ik weer zo bij jullie terug. Nou mensen, daar ben ik dan weer. Ik ben helemaal klaar. Als je benieuwd bent naar de rest van de make-up, de foto komt vanavond op mijn Instagram. Ik kan wel alvast vertellen wat ik op mijn lippen heb. En dat is MAC Velvet Teddy. Dit paletje. Ik zit nog steeds een beetje echt met mixed feelings. Echt. Ik vind dit zo mooi. Ik vind de kleuren echt prachtig. Dit is echt een heel mooi paletje. De look is ook echt heel mooi geworden. Ik heb over de matte kleuren niks te klagen. Die zijn echt geweldig. Blenden super mooi in elkaar en alles. Ik had geen problemen. Ik had alleen een klein beetje problemen met de glitterkleuren. Ik heb er 3 gebruikt. En je kunt echt hier goed zien hoe ik er echt helemaal in heb gegraven om er echt iets van af te krijgen. Ze voelen ook een beetje anders aan. Dit is een ander soort oogschaduw. Kijk, de matte kleuren zijn gewoon vrij normaal. Beetje gewoon dat poederige oogschaduw, zoals normaal. Maar deze voelen een beetje putty aan. Je kunt er ook echt zo een beetje in drukken. Ja, het zijn een beetje van de, ja, putty. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands is, maar dat je er zo in kunt drukken. Het is een beetje kleiachtig. Ja, een beetje klei. Net klei. Maar door dat klei effect, ik weet niet, het verandert een beetje de pigmentatie, waardoor die gewoon niet zo goed eruit komt. En
En ik ben echt gewoon echt een fan van goede pigmentatie. Ik vind het altijd super belangrijk. En met deze had ik dus best wel een beetje moeite. Ik moest ook best wel vaak weer terug. Vooral bij deze kleur. Ik moest best wel vaak weer erin om het op te brengen. Dus het kostte me aardig wat moeite. Ik moet wel zeggen, de look is echt fantastisch geworden. Ik vind het echt heel mooi. Ik ga ook zeker andere looks hiermee maken. Het is niet dat ik dit paletje slecht vind. Gewoon puur omdat het zo is opgehyped. Ik had echt heel veel verwachtingen, ook voor de prijs. Misschien ligt het aan mij, misschien waren gewoon mijn verwachtingen te hoog. Of ik dit paletje aanraad, ik kan niet volmondig ja zeggen. Echt, ik kan het niet over mijn hart krijgen om dit paletje volmondig ja te zeggen. Ik kan het gewoon niet over mijn hart krijgen om tegen jullie te zeggen, het is de 65 euro waard. Want ik vind het geen 65 euro waard. Echt, het doet me gewoon pijn om het te zeggen. Ik vind het echt geen 65 euro waard. Vind ik het 40 euro waard? Ja, dan zou ik gewoon zeggen van ja, vind hem prima. Maar voor 65 euro wil ik echt geen moeite doen. Ik wil echt geen moeite doen daarvoor. Ik moet het gewoon makkelijk op mijn ogen kunnen krijgen. Dus ja, voor die prijs neig ik meer naar nee. Maar of ik dit paletje los van de prijs aanraad, dat zeker wel. Want ik vind het heel mooi. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Ja, je moet gewoon iets mee je best doen om veel pigmentatie te krijgen. Ja, dus ja, ik laat het gewoon een beetje hierbij. Dat is wat ik ervan vind. Hou gewoon vooral mijn Instagram in de gaten. Ik ga zeker nog een look hiermee maken, want ik vind het gewoon echt prachtig. Laat me vooral weten wat jullie hiervan vinden. Want het is best wel moeilijk om ja, negatiever te zijn over een product die zo is opgehyped. Iedereen vindt hem zo geweldig. Nou, zo geweldig vind ik hem niet. En ik wil gewoon echt eerlijk zijn. Ik wil echt niet nou ook helemaal gaan zeggen, ja, ik vind het echt top. Ja, ik wil gewoon echt mijn mening eerlijk met jullie delen, zodat jullie gewoon echt weten wat ik hiervan vind. Maar goed, dat is het dus. Het ligt aan jou. Wil je hem kopen? Kopen. Wil je hem niet kopen? Koop hem niet. Ik zet het in de beschrijving. Ik kan niet in jullie portemonnee kijken. Jullie kunnen zelf kijken of je het geld waard vindt of niet. Dat ligt helemaal aan jullie. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je de video leuk? Laat even een like achter en abonneer ook gelijk even op mijn kanaal. Elke woensdag en zondag om 1 uur komen de nieuwe video's. Nou, tot de volgende video. Doeg!